Op Twitter zijn ze er blij mee. Jane Kleine Vieserik hoorde je met Gek op Phonics. En daarmee is het alweer 41 over 10. Het is een beetje kort voor 11 geworden. En we hebben het nog heel even over de stelling van vandaag. Daarna gaan we hem afsluiten. De stelling is, als het niet uitmaakt dat Piet zwart is, kan hij net zo goed wit zijn. Dus als het niet uitmaakt dat Piet zwart is, kan hij net zo goed wit zijn. We gaan even over praten met iemand die het afgelopen weekend ook in Amsterdam te vinden was. Zelfs gefilmd is door AT5. En hij wil een officiële introductie, dus ik ga hem noemen. Kyomo Strijk, zoon van Henry Strijk en Ria Kensenhuis, a.k.a. Tyson, a.k.a. Too Quick on the Phone. Hoe gaat die, jongen? Ja, man, leef. Een officiële introductie heb je gekregen. Zeer zeker, dankjewel. Want waar was jij afgelopen zaterdag en zondag? Ik was afgelopen zaterdag was ik gewoon thuis en afgelopen zondag was ik op het Leidseplein. En wat gebeurde daar toen? Nou, ik stond op het Leidseplein gewoon een beetje rond te kijken. En op een gegeven moment kwamen er agenten naar me toe. En die zeiden tegen mij, mag ik je ID? Nou, die gaf ik toen. Oké. Okay. Toen is er vervolgens tegen mij gezegd, je moet blijven staan. Waarop ik heb gevraagd waarom ik moet blijven staan. Dat hebben ze me niet uitgelegd. Ja, en vervolgens ben ik gewoon na een half uur, drie kwartier daar te hebben gestaan en met de drie of vier agenten om me heen ben ik ineens in de boeien geslagen met je moet mee naar het bureau, want je staat gesignaleerd. Aha, dus eigenlijk had helemaal niks te maken met de intocht van Sinterklaas, maar gewoon met iets anders. Nou, wat blijkt, ik kom op het bureau en ik zit daar dus vanaf half vier ongeveer tot half twee in de nacht. En de signalering blijkt helemaal niet te kloppen, ik sta helemaal niet gesignaleerd. Dus je bent voor niks opgepakt? Ja, los van dat, ik ben, dus onterecht vastgehouden, weet je. Dat is waar het mij eigenlijk meer op gaat. Wat raar, want dat filmpje wat op AT5 te zien is, en op de website van AT5.nl gewoon, AT5.nl, daar ben je met Sugarcane en zo, en je staat gewoon op straat en je spreekt gewoon iets in, toch? Ik sta inderdaad met Sugarcane op straat, ik spreek iets in, omdat op dat moment werd dat aan mij gevraagd. Over Sinterklaas? Over Sinterklaas. En daarna ben je opgepakt? Een duidelijke statement. En ineens daarna word ik opgepakt inderdaad met dus dat ik... Het schijnt dat ik dus gesignaleerd stond. Maar ja, dat klopt allemaal niet, want ik ben half twee ineens uit mijn cel gehaald. Ik ben eerst verplaatst vanaf de Leijmansgracht naar de Manningstraat. Wauw. En toen ineens, toen begon ik dus duidelijk te maken van... Heren, we zijn nu 6 uurtjes verder. Het is I wanna go home. Ja. En weet je, ik wil naar huis, weet je, wat is met jullie? Ja, nou, en dat moest ik nog eventjes een celletje in, omdat ik nog even het gevoel moest krijgen dat ik zou blijven eigenlijk. En half twee ineens werd tegen mij gezegd van, je mag naar huis, de signalering klopt niet. En dat klopte ook niet, want ik ben vrijdag teruggekomen uit Portugal, ik ben maandag weggegaan. Dus het kon ook helemaal niet. Want waar ging het over? Heb je dat wel te horen gekregen? Nee, ook niet. Oh. Helemaal niet. Begrijp je? Dus dat is waar ik over praat. Ik ben nog steeds helemaal eigenlijk... Excuses gekregen toen ze je lieten gaan? Ik heb niks meegekregen. Ze zeiden gewoon, je mag naar huis. Ja, ik heb dat hele proces, dus dat zeg ik, heb ik geen papiertje gekregen waarop duidelijk aangegeven stond waarom ik ben meegenomen, wat er nou precies is gebeurd. Niks van dat. Dus wat ga je doen? Ja, dat krijg ik nog wel vervolgd, dat weet je zelf. Dan ga je gewoon even achteraan? Tuurlijk, moet wel. Ik ga me niet voor niks laten vastzetten, zo werken we niet. Nee, is inderdaad een beetje raar. En hoe reageerde Kane en zo dan, die bij je waren? Nou, dat was die hele grap, weet je. We stonden gewoon te praten over het onderwerp toevallig, weet je. En dus toen gebeurde dat. En ja, iedereen natuurlijk verbaasd van wat gebeurt er eigenlijk. Want we staan gewoon te praten over iets wat heel normaal is in Nederland volgens mij. Ja. Je kan gewoon praten erover, weet je. En, denk je dat het daarmee samenhangt? Dat je gewoon iets negatiefs over Sinterklaas Zwarte Piet hebt gezegd? Dat ze dachten van nee, die halen we even weg? Ik heb niks negatiefs gezegd. Wat ik heb gezegd is dit. En dat is ook waar jouw statement vanavond over gaat, toch? Over de kleur van Zwarte Piet. Ik laat de muziek even zakken, dan horen we het goed. Ja, wat heb je gezegd? Luister, dit is mijn statement. Ik persoonlijk heb heel erg een probleem met Zwarte Piet, omdat het alleen Zwarte Piet is. Er is een hele grote bevolking, een hele grote groep hier... Ja, van de Nederlandse bevolking inmiddels is al donker. Die is al niet meer Nederlands zoals Nederlands het zou noemen. Ja, wij zijn donker. Ik ben in Amsterdam geboren, maar ik heb een donkere huidskleur. Iedereen, ja, die Zwarte Piet ziet, die heeft zo'n gevoel daarbij. Begrijp je? Dat is nummer één. Mijn statement is dus...
als er rode Piet en gele Piet en groene Piet en paarse Piet. Piet en blauwe Piet en grijze Piet. Al die Pieten, begrijp je Cuba? Al die Pieten, al die kleuren moeten daarnaast gaan lopen en dan valt zwarte Piet niet meer op. Ben ik helemaal met je eens, man. Ik denk dat dat echt de oplossing is. Ja, ik denk dat dat de oplossing is, begrijp je? Maar als iedereen maar blijft vechten over dat zwart-wit stukje, want dat is waar het elke keer over gaat, en ik wil niet meer gaan vechten over dat zwart-wit stukje. Ik wil nu gaan zitten op een niveau, laten wij gewoon met z'n allen mensen gewoon leven zoals wij zijn. Wij zijn mensen, maakt niet uit wat voor kleur je hebt. Je bent een mens. En op deze manier, als we dus alleen zwarte Piet blijven neerzetten, krijg je dus een gevoel, als ik als donkere persoon krijg het gevoel van, waarom wordt mijn kleur zo neergezet? Ja, ik denk dat kinderen er ook helemaal geen moeite mee zouden hebben als er een oranje en een rode Piet zou zijn. Dus het zou helemaal niet zo gek zijn of zo. Ik maak het nog mooier voor je. Geef de paarse Piet een extra dope functie. Hij kan de salto. Hij kan de ratslag. De groene Piet die kan extra hoog springen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Doe zoiets met die Pieten, weet je. En dan is dat hele probleem, is denk ik, gelijk uit de wereld. Binnen no time opgelost. De voelt zich niet meer aangevallen. Begrijp je? Ja. Want er zijn geen groene mensen. Weet je, misschien moeten we het gewoon eens doen, hè? Moeten we gewoon eens een keer gewoon met de Sinterklaas en Pieten in alle kleuren door de stad gaan lopen. Nou, Cuba, als je hebt gezien wat er zondag gebeurt, dan begrijp je dat het dus niet doorgaat. Want de politie, die trapt jou gewoon in elkaar. Op het moment dat je iets zegt. Voordat je dat doet. Dus ik zou dat maar niet doen. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ik wil wel naar die discussie inderdaad gaan. Begrijp je? Ja. Ik wil ook dat Phonix zegt, dus kijk, ik ben nu bij Phonix. Ik hoop dat, weet je, ergens anders. Kijk, ik ben gewoon een artiest, begrijp je? Ik maak gewoon muziek. Ik ben geen activist, ik ben niks van dat. Ik ben gewoon iemand met een mening zoals iedereen die heeft. En dat heb ik gewoon gedaan, begrijp je? Ik ben gewoon een artiest, weet je? Ik maak gewoon muziek, lekker chillen, ontspannen. Dat is wat ik doe. En dat was het, begrijp je? Voor de rest heb ik niks te maken met geen enkele. Ik wil dat de zwarte bevolking hier de bovenaan krijgt of al die onzin. Ik ben niet met dat. Ik ben gewoon een artiest, ik maak muziek en ik heb een mening. Mijn mening is dus, zwarte Piet is niet erg, maar dan moeten rode en al die kleuren, gewoon die Pieten moeten allemaal daarnaast lopen, want dan valt zwarte Piet niet meer zo op. Duidelijk, man. Hey, even over die muziek. Onder de naam Too Quick breng je onder andere muziek uit. En dat gaat best goed, hè? Je staat op 1 ook op een website. Ja, man. We hebben een nummer 1 hit. Niet ik alleen, hoor. Ik stap een featuring van DJ Illskills met Era van de BV, met Benny Bang, met Royston Williams, also known as Lyrical. Met Shockman. Ik sta voor nummer 1 hit daar, zo weet je, bij hiphopking.nl. In de video top 40 sta op nummer 1 met het nummer Fire Fire. Nice, man. Jeetje toch, voor niks. Jeetje toch. Support die shit, wou je zeggen. Support die shit, jeetje toch. Support je boy, man. Ja, ik vroeg je voordat we live gingen nog even, kan je hem naar me mailen. Maar doe dat dan morgen of zo, dan kan ik hem morgen voor je draaien. Je hebt hem morgen, je hebt hem straks binnen, man. Als okay. Ik thuis ben, heb je hem binnen. Hey, voor nu, thanks voor je mening. Okay, dan. En we houden contact, man. Sowieso, ontspannen Cuba, thanks. Okay, later, man. En succes ook met het gedoe met de politie. Want ja, man, dat krijgt nog wel staartje, hou eens op de hoogte. Ja, toch sowieso. Onthoud die Facebook, ja. Je hebt mijn Facebook. Okay, ik hou je in de gaten, man. Okay, dan. Okay, later. Ondertussen komen er veel mailtjes binnen van mensen die een shout-out willen en zo. Ik zag dat Alexandra in een auto zit met vrienden en vriendinnen. Dus ik zou zeggen, Alexandra, deze speciaal voor jou. Randy Leroy met Dame lo que quiero. Randy Leroy.